De verdachte van de moord op Nicky Verstappen, Jos Brecht, is gisteravond aangehouden in Spanje, in het dorpje Castel Tercol. De tip is zaterdag binnengekomen bij de Telegraaf door een man die het dorpje goed kent, omdat hij daar meerdere keren is geweest. Correspondent Hilde Posma die staat daar voor ons. Hilde, dat is nog een heel eind van de Franse Vogezen vandaan, hè? Ja, dat is denk ik wel 1200 kilometer verderop. Hij is hier in ieder geval in juli gezien en hij is hier begin augustus nog gezien. En eigenlijk door onze tipgever en eigenlijk met die wetenschap is de politie ingeschakeld. Ja, wat is dat voor plaatsje? Castel Tercol. Het is in Catalonië, begrijp ik. Ja, we zeggen eigenlijk Castell Terçol hier. Het is een plaatsje van 2300 inwoners, heel klein. Een plaatsje zoals hier zoveel zijn op het platteland. Het is een plaatsje ook wat, zoals veel andere Spaanse dorpen, redelijk leeg is gelopen, waar ook wat huizen leeg staan. Kleine dorpsgemeenschap en omringd door heel veel bos. Hij, een Nederlandse man die daar vaker is verbleef, die heeft hem uiteindelijk gezien en die heeft hem zelfs ook gesproken, hè, begreep ik, de afgelopen maanden. Ja, die man heeft hem gesproken en vooral ook veel met hem gesproken over zijn voorliefde om in de natuur te zijn. Dat is ook de reden dat hij er was, vertelde hij aan onze tipgever. En uiteindelijk pas toen zijn beeld natuurlijk opdook, omdat hij gezocht werd. Toen kreeg die man natuurlijk een naar gevoel en dacht hij van, hey, hier klopt iets niet. En toen is hij via de Telegraaf eigenlijk naar de politie gestapt. Ja, jij bent daar. Nu heb jij met al met wat mensen gesproken over wie daar gevonden is. Is het bekend daar? Ja, natuurlijk. Toen ik hier gisteravond aankwam was het helemaal niet bekend. Dus de mensen hebben hier ook niets gezien van de politieactie. En zij hebben die man eigenlijk ook nooit gezien. Nee. Dus eigenlijk heeft het zich voor de bewoners, heeft dit hele verhaal zich is onder de radar gebleven. Ze schrikken er natuurlijk wel enorm van als ze het horen. Ja, nou, hij is nu aangehouden door de Spaanse politie en dan wat gaat er nu gebeuren met hem? Ik neem aan dat hij snel zal worden voorgeleid en dat hij ook snel aan Nederland zal worden uitgeleverd. Want daar is het natuurlijk allemaal mee begonnen met een uitleveringsverzoek van Nederlandse politie. Oké, Hilde Posma, onze correspondent in Spanje. Dankjewel.